Ik begin vandaag met deel 2 van de serie over zelfbouw. Ik begin met in het kort iets te vertellen. Nou, ik probeer dat in het kort. Over hoe ik zelf met het zelfbouwen in aanraking ben gekomen. En ook iets over de achtergrond daarvan. Ik weet nog precies hoe mijn fascinatie voor radio begon. Ik was denk ik 1 jaar of 9 oud. Mijn vader die had een boek, Zo werkt de radio. En ik vermoed dat ik daar toen al eens in gekeken had. Maar echt opgevallen was me dit niet, want dit boek ging niet over telecommunicatie, maar om radio's voor omroepontvangst. Mijn vader heeft mij al heel vroeg bij de techniek betrokken. Dat was een aantal jaren daarvoor. Zo had mijn vader een Berini-eitje, zo'n motortje wat je voor op je fiets kunt zetten. En een vermaard verhaal uit mijn jeugd, dat is dat mijn moeder die vertelde dat heel graag, is dat ik samen met mijn vader bij dat motortje bezig was aan het knutselen. Waarschijnlijk zat ik mee te kijken, want ik was nog een peuter. En dat de buurman thuis kwam en aan mijn vader vroeg met wie hij in gesprek was, want hij zag mij daar niet in de schuur. Ik zat achter een muurtje. Nou, zegt mijn vader, met mijn zoon. De buurman die geloofde dat niet, want zijn dochter van 1 jaar ouder, die echt niet achterliep, die praatte dus nog nauwelijks. In diezelfde kelderbox waar we aan de Berini zaten te sleutelen, leerde mijn vader mij ook de basisbeginselen van het timmermanschap. Hij was zelf in het vak opgeleid en had een aantal van onze meubels in die tijd zelf gemaakt. Ik was daar maar matig in geïnteresseerd. Wel kon ik als 5-jarige al zelfstandig fotofilmpjes ontwikkelen en afdrukken en in beperkte mate vergroten. Ook in diezelfde kelderbox die speciaal voor dat doel verduisterd kon worden. Toen ik dus 8 of 9 jaar oud was, toen kon je, zo stond in zeer uitgebreide advertenties, tenminste met heel veel spullen erin, in de Telegraaf, je kon bij Lulab in Amsterdam walkie-talkies kopen. Die wilde ik hebben. Maar ik wilde zoveel hebben. En dit was nauwelijks een opvallend item in dingen als een Fleischmann spoortreintje, een kleine stoommachine van hetzelfde merk en andere zaken die ik ook leuk vond, als feestneuzen en jojo's. Ja, en niet te vergeten de Hudora-rolschaatsen met een remblokje onder de neus van je schoen. Mijn vader vermoedde dat de apparaatjes van Lulab niet legaal waren en als dat zo was, dan zou ik die dus niet krijgen. Mijn collega die er iets van af wist, vroeg hij dit na en inderdaad, de walkie-talkies waren verboden. Ik weet niet of dat mijn latere fascinatie voor de dingen verklaarde, maar in ieder geval, ik had een buitengewoon grote interesse ervoor. De walkie-talkies die raakten vervolgens echter wel wat in de vergetelheid tussen alle andere interesses. Ik dacht er nog maar nauwelijks aan. Ik weet nog precies het moment dat ik opnieuw door het fenomeen gegrepen werd. Het was in een schoolvakantie in het voor- of najaar. En met wat vriendjes zwierven wij door de wijk in Dordrecht, Wielwijk, waar ik ben opgegroeid. Vervolgens liepen we op een hofje aan de Doris Rijkerstraat, nabij de Zuidendijk, ik weet het nog precies, tegen een ander groepje jongens aan die met iets interessants bezig waren. Ze hadden een babyfoon die ze als een walkie-talkie gebruikten. De draad van in mijn herinnering wel 30 meter, maar het is vast minder geweest, over het voetpad slepend. Interessant was het vooral als de ene de bocht om was, langs een huizenblok, hoe goed je hem dan nog kon horen zonder dat je hem eigenlijk zag. Vervolgens was ik dus verkocht. De eerstvolgende keer dat ik jarig zou zijn, een gelegenheid waarop ik dit soort vrij dure dingen zou kunnen bemachtigen, zou ik ook zo'n babyfoon vragen. Bij gebrek aan een walkie-talkie, dan maar dat. Het ding kreeg ik uiteindelijk ook, maar de aardigheid was nog niet zo groot als ik wel gedacht had. Ik bleef echter dromen van een echte radiozender of een walkie-talkie. In de jaren daarna, ik woonde inmiddels in Amersfoort, deed ik al wat experimenten, zoals bijvoorbeeld een goede middengolfantenne in mijn kamer aanleggen in de vorm van een lange spiraal langs het plafond. En het lukte me zelfs om daarmee in enige mate uit te zenden door een stukje draad aan de centrale verwarming op een batterij aan te sluiten en met een ander stukje draad dat naar de voornoemde antenne ging over de onderkant van de batterij te strijken. Ik kon daarmee een flinke afstand overbruggen. Ik moet bij de buren daarmee trouwens wel flink wat storing gemaakt hebben, want er werd toen nog veel op de middengolf geluisterd. Het was een paar jaar later dit en ik denk dat toen ik deze experimenten deed dat ik 1 jaar of 13 was. Pas een aantal jaren later ging ik er serieus mee verder, waarschijnlijk net voordat ik 16 was. Door een krantenartikel leerde ik van het bestaan van Veron en van VZA en van de zendamateurs. En in een lokale winkel kon je in die tijd Electron van de Veron toen nog op A5 formaat in de losse verkoop krijgen. Daar kwam ik dus achter. Ik was bij dat blad met name direct verkocht door de rubriek van PNL SE Reflecties, waar ik werkelijk van smulde. In dezelfde winkel kocht ik vervolgens een soort module met daarin een klein FM-zendertje dat ik daarna in een behuizing van een oude draagbare radio bouwde met een telescoopantenne erop, als een soort afluisterapparaat, nou ja, misschien ook wel een beetje als een walkie-talkie. En ik leerde ook begrijpen hoe het eenvoudige ding werkte en bracht al enkele verbeteringen aan het zendertje aan. Bijvoorbeeld koppelde ik de antenne op een koppellusje in plaats van op een aftakking van de oscillatorspoel. Het scheelde nauwelijks in bereik, maar nu kon je het ding tenminste oppakken zonder dat hij 2 megahertz opzij ging. Het eerstvolgende dat ik ondernam was dat ik in Utrecht, ik dacht bij de firma Van der Wel, 2 27 OC-portotjes kocht. Ik was toen inmiddels 16.